Welkom in Bangkok. Kijk, wij zijn net wakker geworden in dit prachtige hotel. Zoals jullie zien is het wel blauw, maar de zon komt nog niet helemaal door. En wij zijn gistermiddag aangekomen. En toen waren we best wel moe natuurlijk. Dus we zijn toen naar de night market gegaan. Dat is een soort street food markt. Daar heb je aan beide kanten van de weg heb je allemaal street food kramen. En dat is echt de bekendste Chinatown nightmarkt die er is. En iedereen zit daar alles te eten en te doen. En dat hebben we ook gedaan. We hebben echt heerlijke noedels gegeten. Maar ja, alles ziet er wel altijd net uit dat je denkt van kan ik dit wel echt eten? Maar ja, je ziet zoveel mensen hier dan bestellen. Je ziet ook bijvoorbeeld gewoon vlees liggen. Voor niet gekoeld, want het is hier echt zo warm. Echt niet normaal. Echt heerlijk. Maar goed, we hebben het toch gedaan. We hebben alles gegeten. Dus we hebben twee dingen geproefd. We waren heen gepot, dus we zijn teruggegaan. En ja, we hebben echt een super mooi hotel. Ik zal het even laten zien. En zo is dus ons uitzicht op Bangkok. Dan hebben we hier. Nou, wederom zooi, maar. En hier is een hele mooie grote douche. Ja, heel leuk. En hier, kijk, ik zal even het toilet laten zien. Oh, je komt dus binnen. Oh, en gaat hij dus automatisch verwarmen en zo. Echt heerlijk toilet. En hier zit dan nog een soort koffiecorner. Ik heb mijn zonnebril op, want ik ben zo wit. Maar goed, we gaan een heel leuk tripje maken. Dus hopelijk komt er verandering in. Vandaag gaan we in ieder geval naar. Oh ja, trouwens, ik zal eerst even die beelden van gisteravond even invoegen. En vanavond gaan wij we gaan vandaag naar de Floating Market als het goed is. Het is dus een markt op het water. En we willen de Grand Palace even bezoeken en een tempel. Ik hoop dat we er vandaag allemaal aan toe komen. En vanavond gaan we naar een heel leuk rooftop bar. Daar gaan we dineren. Want dit was ook de rooftop bar van de film Hangover. Volgens mij. Part 2, hè? Of part 3? Part 2. Part 2. Ja, dat is dus in Bangkok zit. Dat echt wordt, super speciaal. Aangehouden, die check. Ja, die ja. Die scène. Helemaal gerestaureerd. Oh. Gerestaureerd, helemaal origineel gemaakt. Oké, wij zijn in de Grand Palace. Ik heb een shirtje met Thailand erop en een hele mooie rok. En Raf heeft ook een hele mooie broek aan. Maar goed, het is echt mega groot hier. Het is heel dorp. Wow, kijk. Het is echt een heel dorp. We gaan nu erheen lopen. Jij wel ook, hè? Mm-hmm. Iets verder het vuur in. Werkt het wel of niet? Mm-hmm. Nee. Jawel, eentje is aan. En je weet wie deze is, hè? Die man die, waar je nu voor aansteekt. Dat is de dokter van die Royal. Hoe heet die Royal Buddha of zo? Ja, weet ik niet. Oh my god. Ga naar hem staan, want hij vertelt alles. Jullie hoorden het? Dokter. Verkeerd om, er zit stokjes aan te steken. Doe jij maar. Super. Drie keer doen. Kijk wat jij zit aan te steken. De onderkant. Gaat niet aan.
Oké, nu staan ze aan, toch? Ja. Oké. Waarom doen wij dit? Goed geluk. Goed geluk. Is dat zo? Weet ik niet. Ik doe het op goed geluk. Wat ik zeg, moet je niet serieus nemen. Want je weet helemaal niks. Please don't judge. Het zonnetje is doorgekomen en het is zo warm hier. Echt niet te doen. Maar het is heerlijk. Nederlandse Sir Piet. En we waren net dus helemaal niet in Grand Palace, want dit is Grand Palace. Denken we. Denken we. Wij lopen overal in de sneltrein doorheen. Maar dit schijnt Grand Palace te zijn. Toch? Ja, ik denk het. Weet ik niet. Waar waren we net dan? Emerald Palace. Emerald Palace? Ja, dat is fijn wel. Oh. Oké, we hebben een nieuwe conclusie. Gewoon dit hele park waar we in waren was gewoon Grand Palace. En dus niet dit alleen, gewoon dit hele gebied. Leuk, waarom moet je een klein marktje hier? Ik heb wel geen pak hoor. Nee, dat niet. Oké, wij hebben net blouses op maat laten maken bij die tailor, de fashion die winkel waar we net voor stonden. Dat was echt cool. Oh, dit is leuk. Echt cool, ze gingen alles opmeten en dan komen ze vanavond die blouses bezorgen aan je hotel. Hopen we. En we gaan nu even lekker wat eten. Zij raden aan om hier te gaan eten. Dus ik ben heel erg benieuwd. Normaal wat hier allemaal kost, zal het rijden. Weinig. Thank you. Wij gaan eventjes hier lekker pad thai eten. We hebben net bij een India's restaurant dosa gegeten en nu gaan we hier pad thai proberen. Oh, het was echt super lekker. Alleen ja, toch durven we allebei het vis en vlees niet op te eten. Maar het was echt onwijs lekker. We zitten nu weer in de tuk-tuk, want we gaan naar Chao. Piraya rivier. En dan gaan we daar weer andere tempels bekijken en van alles. Het is super leuk hier, man. Ja. Aangekomen bij ons hotel en er zit dus een swimming pool op de rooftop. Echt super mooi. Echt wauwie. Nou, wij zijn nog heel eventjes heerlijk een koffietje aan het doen op de rooftop. Het is hier zo mooi. En die boottrip was zo bizar. Ja, hoe noem je dat? Indrukwekkend, inderdaad. Heel veel sloppenwijken op boven het water. En heel veel waren al ingezakt. En bij heel veel huisjes zag je echt dat ze niet langer dan een jaar nog gingen staan. Dus dat vond ik wel heel erg indrukwekkend om te zien. Ik voelde ook een beetje eng, want we zagen, dus ik weet niet of jullie dit op film hadden gezien. Ik heb er wel een video van op mijn telefoon. Maar we zagen een baby krokodil. En ik ben echt panisch voor insecten. Dus ik vond het op sommige stukken echt heel erg eng. Maar verder ben ik nooit ergens bang voor. Maar er is echt één ding, dat is mijn insecten. En daar word ik gewoon heel erg bang van. Maar goed, het was echt onwijs leuk. Kijk, hoe mooi het was op mijn gang.
En vanavond gaan we dus bij de Lebua eten. Dat is die rooftop bar waar ik het over had uit de Hangover. En ja, daar ben ik ook heel benieuwd naar. Oké, ik ben me even aan het klaarmaken voor Lebua. En ik had nog niet verteld dat ik, wij gaan dus morgenavond alweer weg uit Bangkok. Want wij gaan naar Phuket. En we dachten eerst van misschien is het wat te kort. 1 of 2 dagen naar Bangkok. Maar aan de andere kant, het is hier wel echt mega druk. Dus het is ook wel even lekker om wat anders te gaan doen. Iets rustigers op te gaan zoeken. Er zijn 2 delen in Phuket. Het ene is echt heel erg druk en toeristisch. En de ander schijnt wat rustiger te zijn. Dus ik ben benieuwd. Dit gaat helemaal mis. Oké. Maar gisteren waren we dus door Chinatown. En dat was echt inderdaad zo ontzettend druk. Het was echt niet te doen. Dus als je ook naar Bangkok gaat, raad ik ook wel aan om inderdaad hier niet 4, 5 dagen of langer te zitten. Want het is echt een soort, ik noemde het gisteren Aziatische Times Square op New York. Het is hier echt heel erg druk. Dus we gaan hierna naar een eilandje toe, Phuket dus. Het is wel het meest toeristische eilandje wat er is volgens mij. Maar vanaf daar konden wij, hadden wij de beste connectie naar onze volgende bestemming. Ja, leuk zo. Ja, beter toch? Ja, heel leuk. Ik heb dit aan. Ik ga hakken hieronder doen. Dit is dat topje van Elisabeth en Frankie en een Zara Skort. En jij hebt een leuke chino aan, maar je kaartje hangt er nog uit. Zal ik zo even afknippen. Oké, final look. En we are ready to go. Kijk, ik heb even deze hakken aangedaan. Deze lopen zo lekker. Die zijn van Naked. En we gaan. Het was echt super lekker. En vooral het uitzicht en het restaurant zelf waren echt 10 out of 10. Het restaurant heet Sirocco. En het zit dus in Lebua. En ja, er was vuurwerk. En ja, die zangeres die er was, ging allemaal kerstnummers zingen. Het was echt waanzinnig. En we waren wat laat. Want die taxis hier tussen 6 uur 's avonds en 9 uur 's avonds... duurde allemaal zo lang, want die traffic hier is echt, staat helemaal vast elke dag. Dus eigenlijk vinden wij het lekkerder om de tuk-tuk te pakken. Sowieso is die echt veel gezelliger dan taxi. En hij chased ook een beetje tussen die files door. Maar de taxi is wel wat chiller, want... nee, ik bedoel, de taxi is wel wat goedkoper. Want die zet gewoon een meter aan en dan kost het... Hij begint met... 30 baht, dat is nog niet eens een euro. En dat is goedkoper dan tuk-tuk. Maar goed, ik ga nog eventjes een reel editen. Want ik moet nog even wat werk doen op de laptop. En dan gaan wij lekker slapen. Morgen gaan we heel vroeg naar de floating market. Dus we moeten echt even ons wekkertje zetten. Tenminste, die hebben we vanochtend ook gezet. Maar we moeten deze keer echt om 8:30 in de auto zitten. Want die markt is tot 12 uur, geloof ik. Ik ben heel erg benieuwd. Goedemorgen, wij zijn bij de trein. Kijk, hier loopt het spoor. En hier komt dus zometeen die train market. En we hebben vandaag een chauffeur bij ons. Die gaat ons ook een tour geven. En straks dan rijdt hij ons weer naar de floating market. En we gaan hier nu even lekker wat eten en even een koffietje drinken. Ik ben heel benieuwd naar die floating market. Hij was wel echt een uur rijden in Bangkok. Maar hij zegt, je moet het gezien hebben. Alleen de meeste mensen doen het niet omdat het te ver rijden is. Maar het is super local. Dus ik ga hier, Raf staat daar al. We gaan nu even lopen. En vanavond vliegen we naar Phuket. Ik ben echt heel benieuwd. Wow.
mango, caramel, dark apple, papaya, jackfruit. Wij gaan nu eventjes hier een koffietje doen. En een cappuccino besteld en ik heb een matcha besteld. Maar ik ga zeker ook matcha meenemen, want ze hebben hier hier liggen allemaal van die pakken met matcha. En die kosten gewoon 2 euro. Met bijna een halve kilo matcha. En in Nederland betaalt er 40 euro voor. Dus ja, er is natuurlijk ook goedkopere matcha in Nederland. Maar ik wil altijd wel die met een hoog percentage matcha. Dus gewoon die goede kwaliteit, die premium matcha. En die is hier gewoon hetzelfde. Dus ga ik zeker meenemen. En nu eten we even lekker een rice soup en een tom yum. En als het goed is, komt zometeen hier op de rails de trein langs. Nou, we hebben even gewisseld. Die soep heb ik nu genomen. En eventjes de lombok is uitgehaald. Hij is mega spicy. Maar wel erg lekker. Maar wij hebben dus net deze soep gegeten. Maar de trein komt er nu aan. In de auto weer van de train market en we gaan nu naar de floating market en dan ga je dus op een boot en volgens mij zit je 1,5 uur op de boot. Ik ben benieuwd. Pak je maar aan. Thank you. Thank you. Wij zijn nu bij Chang Pak Farm. En Raf wil nog eventjes schieten. We gaan met, even kijken hoor. Deze en die gaan we doen. Maar heel zielig. Ze doen nu dus ook allemaal dingen met olifanten. Oh, ik vind dit echt zo naar. Maar goed. Ja. Let's go. Thank you. Oh my god. Ja? Ja. Nou, het schieten was echt super vet. We gingen dus met twee geweren schieten. Eén keer met de M16 en één keer met een shotgun. Nou, die shotgun, daarvoor schoot tussen mijn schouder bijna vanuit de kop. En onze chauffeur wilde ook, vroeg of hij ook een keer wilde schieten. Dat vindt hij super leuk. Dus ja, wij zitten nu in de auto en we gaan terug naar het hotel. En dan gaan we even wat eten en we willen alleen nog even de mall zien. Die zit namelijk naast ons hotel. En dan gaan we daarna richting de airport om naar Phuket te vliegen.
Zo, ik heb net deze snackjes allemaal gehaald. En ja, nu gaan we naar de airport, naar de badplaats Phuket. Ik ben heel erg benieuwd. Ja, ik ga deze vlog editen. Dus anders worden de vlogs te lang, denk ik. Dus ik ga de vlog afsluiten. Ja, als jullie vragen hebben over deze reis of over Bangkok, laat het even weten in de comments. Dan zal ik hem beantwoorden en hopelijk tot de volgende keer. Oh ja, nog één ding. Ik heb echt heel veel mijn zonnebril op in Bangkok. Dat komt omdat ik echt zo wit ben. Dus ik kan hem beter heel even ophouden. Ik hoop dat ik in Phuket wat meer een kleurtje kan opdoen. Maar voor nu hou ik hem echt even op. Dus ik hoop dat jullie dat niet erg vinden.